Serge Sporen, uw analyse van de wedstrijd? Ongelooflijk, onbeschrijfelijk op dit moment. We spelen niet onze beste wedstrijd. We beginnen wat nerveus in de wedstrijd. We missen ook heel veel kansen. Maar we laten Hasselt nooit in een spel komen. En ik denk dat hij wel onze sleutel was vandaag, dat we ons eigen spel bleven spelen en we bleven op onze omschakeling spelen. En we maakten onszelf ook niet nerveus. We hebben niks meer te verliezen tegen de Benelink-winnaar. En ja, dan maken we het prachtig af op het einde en het is ongelooflijk. Ja, het ging wel heel de wedstrijd gelijk op en toch op het einde maken jullie het af. Ja, het is, we hebben dit seizoen heel veel tegenslagen gekend. We hebben twee keer gelijk gespeeld tegen Ajax en Vizé. We hebben twee keer met één goal verloren. Het is een rollercoaster geweest dit seizoen, maar dit maakt heel veel goed. Zowel voor het bestuur als de spelers, als voor onze sporters. Tonger heeft ook gewonnen. Wat verwacht u van de wedstrijd? Kantje boord. Tonger kent ons relatief niet. Wij kennen Tonger niet. Het wordt de eerste keer dat we tegen elkaar spelen. Dat is misschien het voordeel dat we ook tegen Hasselt hadden. Dat we niet in die Benelink zitten. Dat ze ons niet echt kennen. Maar ja, het wordt een echte cupmatch, denk ik. En in Hasselt. Dus ze zullen uitverkocht zijn, hopelijk.